Goeiedag, mijn naam is Martijn Meijma en dit is een experiment. En deze video gaat ook over experimenteren. Want ja, wat zou er gebeuren als je niet gaat experimenteren? Kijk, ik heb gewoon een t-shirt aan, ik heb mijn haar niet gedaan. Ik ben gewoon gaan zitten, camera neergezet, om te gaan experimenteren met het geven van videoboodschappen. En experimenteren is voor mij heel belangrijk, want als je gaat experimenteren, dan neem je stappen in een nieuwe weg. Je gaat een nieuwe richting op en door dat te doen, ontstaat ook die weg. Want je kan al zeggen van, ik moet eerst allemaal uitgepland hebben, ik moet precies weten waar ik heen wil en dan neem ik eerst stap 1, dan stap 2, dan stap 3. Nou, dat kan. Alleen het risico is dan dat je te veel bezig bent met het bedenken en met het uitdokteren en het vinden van allerlei problemen op de weg. Terwijl door gewoon te doen, zal je zien dat het niet altijd makkelijker gaat, maar dat het wel gaat gebeuren. Want ja, het is natuurlijk niet makkelijk om gewoon te gaan zitten en te zeggen, nou, ik heb niks voorbereid en ik ga gewoon nu een videoboodschap doen. Experimenteren is ook een van de 5 elementen uit mijn gratis e-book, wat je op mijn website kan downloaden. Omdat ik het heel belangrijk vind, als je dus intuïtief gaat ondernemen, maar überhaupt als je met nieuwe dingen aan de slag gaat, dat je durft en dat je gaat experimenteren. Experimenteren is ook een manier om jezelf toestemming te geven om fouten te maken. Want ja, misschien gaat het meteen niet helemaal goed. Misschien ontdek je later dingen dat je denkt, van, nou, dat had ik beter kunnen doen. Maar is dat een reden om het niet te doen? Nou, voor mij niet. Ik doe het gewoon. Zo heb ik bijvoorbeeld ook workshops die ik geef. De eerste keer dat ik een workshop geef, noem ik het altijd een pilot. Dat is ook een experiment om te kijken van, ja, slaat het aan? Wat vinden mensen ervan? Kan ik zelf nog een beetje kijken en proberen van wat werkt wel en wat werkt niet? En nadat ik het 1, 2, 3 keer gedaan heb, dan heb ik ook besloten van, nou, nu is het geen experiment meer, geen pilot meer. En ja, is een nieuwe dienst ontstaan. En dat is het mooie van experimenteren. Doordat je experimenteert, kunnen er nieuwe dingen ontstaan, nieuwe diensten, nieuwe wegen, nieuw gedrag van jezelf. Wat lastiger kan ontstaan als je het gaat plannen en gaat bedenken van tevoren. Dus mijn boodschap eigenlijk voor jullie is, waarmee zou jij nu willen gaan experimenteren? Kijk eens iets waarvan je zegt, nou, dat zou ik eigenlijk willen doen, maar daar zie ik iedere keer tegenop. Ga aan het experimenteren. Wat zou een eerste stap zijn? Wat zou een eerste klein experimentje zijn om daarmee alvast aan de slag te gaan? Dit is bijvoorbeeld voor mij een experiment om een hele dienst op te zetten met behulp van videoboodschap, met behulp van mp3's, met behulp van pdf's en online coaching. Nou, dat is het nog lang niet. Het is alleen maar één videoboodschap die gaat over experimenteren. En tegelijkertijd is dit de eerste stap. Dus neem jij de eerste stap en ga experimenteren.